en succesvol 2018. Ik wil jullie vragen, voor zover jullie de glazen nog hebben, hef de glazen. En laten we met z'n allen proosten op een heel mooi jaar. Proost! Clemens, je hebt zo net samen met Jolande de nieuwjaarstoespraak gehouden. Hoe zag 2017 voor ondernemer Delensvaart en Balkbrug eruit? Nou, 2017 was een, ik noem het maar even een overgangsjaar. 2017 een jaar waarin ondernemers zich weer stabiliseerden. De ondernemers hebben weer wat meer cashflow. En wat we ook zien, dat de ondernemer die durft ook weer te investeren. Dat hebben we vooral in 2017 gezien. Industrieterreinen, bijvoorbeeld in Delensvaart en Balkbrug, zijn bijna geheel verkocht. Terwijl we in 2015, 2016 hadden we enorm veel leegstand. En dat is in 2017 hebben we dat kunnen invullen met diverse bedrijven die zich daar nu nog gaan vestigen. Nieuwe bedrijven die we hebben aangetrokken van buiten Delensvaart en Balkbrug. Maar ook de bedrijven die binnen Delensvaart en Balkbrug gevestigd zijn, hebben extra gronden aangekocht om straks uit te breiden naar de toekomst toe. Wie wil dat niet? Hè? De Vitaliteitscommissie, onderdeel van de IKA, die daar ontzettend druk mee is. En wat ook zijn vruchten afwerkt, dat zien we nu gewoon. Ondernemers zijn enthousiast, ik hoor dat ook hier vanavond. Ondernemers vinden het mooi om hier te mogen ondernemen. En ook met de lokale bevolking hier hun bedrijf op te bouwen en uit te bouwen naar de toekomst toe. Maar dan 2018, Clemens. Hoe gaat 2018 voor ondernemen Delensvaart en Balkbrug eruit zien? Ja, dat is een hele mooie vraag. Ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar ik ga ervan uit, de ondernemers kennende, en de meeste ondernemers die hier in Delensvaart en Balkbrug gevestigd zijn, die ken ik wel. De ondernemers kennende ga ik ervan uit dat de trend die zich in 2017 heeft ingezet, dat die zich ook gaat verder ontwikkelen in het komend jaar in 2018. Waarbij we wel, en dat heb je ook gehoord in mijn nieuwjaarspeech, wel moeten kijken en ook moeten letten dat we de dialoog met elkaar blijven aangaan, ook met de gemeente Hardenberg. Dat we naar elkaar luisteren, dat we horen en voelen wat we willen. En dat we met z'n allen de schouders eronder zetten en proberen om 2018, datgene wat voorbereid is in 2017, dat we dat verder kunnen uitbouwen in 2018. Ja, en dan samen. En dat samen. Maar goed, een aantal dingen zijn daar belangrijk. Een aantal speerpunten zijn belangrijk. Dat heb ik al eerder gezegd, ook in mijn speech. Onder andere bereikbaarheid is heel belangrijk. We moeten zorgen dat er huisvesting is. Dat als die ondernemers ook personeel aantrekken, dat we ze kunnen huisvesten. En dat we de mensen het gevoel kunnen geven dat wij hier in dit stukje Nederland eigenlijk het beste stukje hebben wat je maar kunt krijgen. Clemens, bedankt voor het gesprek en eet smakelijk voor straks. En zullen we afsluiten met de spreuk? Ja, dat gaan we zeker doen. De spreuk waar ik vanavond de speech mee heb afgesloten, dat is: de toekomst is nabuurschap en nabuurschap is de toekomst. Wie wil dat niet?